klimaatverandering en de aanleg van windmolenparken. Herstel van natuur, behoud van het landschap en de verduurzaming van de landbouw. Dit zijn grote maatschappelijke opgaven waarbij de overheid een belangrijke rol speelt. Steeds vaker werkt de Rijksoverheid hiervoor samen met provincies, bedrijven en burgers. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzoekt of de overheid op de goede weg zit en de gestelde doelen gaat halen. Het PBL wacht daarmee niet tot het beleid klaar is, maar gebruikt daarvoor de methode lerend evalueren. In de lerende evaluatie onderzoeken wij of de beleidsdoelen worden gehaald. Maar vooral ook onderzoeken wij wat wel werkt en wat niet werkt en hoe dat dan komt. Dit doen we samen met mensen uit de beleidspraktijk, want zij hebben hier veel kennis over. In de lerende evaluatie zijn we veel in gesprek met de beleidspraktijk. En die leren ook van elkaar, bijvoorbeeld van aanpak in andere gebieden en provincies. Wij van PBL worden steeds vaker gevraagd om de methode van lerend evalueren toe te passen. En dat vraagt van ons een andere manier van werken. Naast onze rol als inhoudsdeskundige begeleiden wij ook het proces van de lerende evaluatie. Dat doen we bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat iedereen een gelijke inbreng kan hebben. En dat iedereen zich vrij voelt om kennis en ervaringen te delen. Bij een lerende evaluatie zitten alle betrokken partijen vanaf het begin samen aan tafel. Voor het evaluatietraject begint, spreken zij af welke onderzoeksvragen en welke beleidsdoelen tijdens de evaluatie aan bod moeten komen. Elke partij deelt zijn eigen praktijkervaringen. Het PBL zorgt ervoor dat het proces goed verloopt. Het is belangrijk dat iedereen zijn ervaringen kan delen. Ook de dingen die bij de uitvoering van het beleid minder goed zijn verlopen. Het PBL onderzoekt en analyseert de verzamelde informatie en is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van de evaluatie. De resultaten van de analyse delen we met alle betrokken partijen. Zij reageren hierop en geven nog aanvullende informatie. Uiteindelijk formuleert het PBL de conclusies. Met die conclusies kunnen de partijen aan de slag. Met de nieuw opgedane kennis en inzichten maken overheden een plan van aanpak om hun beleid beter te kunnen uitvoeren om zo de beleidsdoelen te halen. Nou, het natuurpark, dat is beleid wat eigenlijk gaandeweg de rit nog gemaakt moet worden. Het is niet kant en klaar, maar onderweg terwijl je ermee bezig bent, ga je uitvinden hoe je dat precies moet doen. Iedere provincie doet dat anders, ook afhankelijk van de situatie in de provincie. Dus het is heel erg logisch om dat lerend evaluerend te doen, want daarmee krijg je gaandeweg de rit veel meer zicht op wat er aan de hand is. Het voordeel van lerend evalueren is dat je tussentijds resultaten krijgt, dat je aan tafel zit met andere provincies die ook geëvalueerd worden en dat je leert van de ervaringen van de ene provincie voor de andere provincie en dat andere provincies ook weer van jou kunnen leren. Dus je wisselt dat uit en daar kun je in de processen waar je mee bezig bent, daar kun je iets mee. Ja, ik ben zelf een heel groot voorstander van lerend evalueren. Omdat de oude methode waarin wij als overheid bepalen wat goed is voor de inwoners, dat vervolgens ook uitvoeren en dan achteraf kijken of het gewerkt heeft, is niet van deze tijd. Lerend evalueren dus. Evalueren niet pas aan het eind van beleidsprocessen, maar door het hele proces heen. Dat is ons als PBL goed bevallen in het Natuurpact. En we delen die kennis graag ook voor andere beleidsdossiers, zoals voor de regionale energietransitie, voor de regio-deals, voor de circulaire economie, het gebied van verduurzaming van de landbouw. Zoals gezegd, we delen die kennis graag met iedereen. Dank u wel.